Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vanochtend Jordi weggebracht. Eerst naar logopedie, daarna naar school. En ik ben inmiddels alweer thuis. Hebben alweer gegeten. En Liam heeft ook alweer fruitje gehad. En die zit nu aan mijn tenen te voelen. Ben doen. Zeg je ook goedemorgen? Dat zit hij dus te vertellen. Ik ga weer in de tuin verder. Niels die is hier inmiddels de keuken aan het doen. Want ja, ik kom daar gewoon niet aan toe. En aangezien Niels toch wel weer iets kan doen. Kom je erbij. Jordi is weer thuis. Hij is lekker met Liam in de box. Sam ligt hier. Mama is druk aan het sjouwen, want we hebben isolatie binnengekregen, maar ik kan helaas niet helpen. Ik zou het liefst zelf doen, maar... En wat ben je allemaal aan het doen, Liam? Ben je een koekje aan het eten, Liam? Hé. Hey. Ben je een lekker koekje aan het eten? Mappen. Dan is je broer weer thuis, hè? Mappen. Mijn koekje appen. Dit is maar in je mondje. Goed zo. Yay. Dit is het zo lekker. Hi Jordi, wil je ook een koekje eten? Oh, Sammetje wel aan het herrie maken. Maar lekker happen, Jordi. Yummy. Jordi en Liam krijgen ijs als toetje. Is best wel leuk om die gezicht. Jordi, ben je happy? Toet toet. Wil je niet meer ijs? Moet papa een handje geven? Papa jou helpen? Yummy! En Liam moet je even voor de gek houden. Kijk, en dat doet papa zo. Alleen hij heeft het in de gaten. Liam? Ik vind het wel lekker, alleen omdat het zo ijskoud is, weet ik niet zo goed wat ik ermee aan moet. Oh. Wil Jordi nog een hapje? En Jordi heeft het al iets vaker op ijsjes. Dus die weet al wel hoe het moet, hè? Ja. Is het koud, jongen? Heb jullie een bolletje? Even opnieuw. Dadelijk. Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi's hand. Je wilt zijn. Lapjes in de handjes, blij, blij, blij. Op Jordi zijn bolletje. Allebei, handjes in de hoogte en handjes in Jordi zijn zij. Zo, vaart om
Mama, die heeft hier de hele tuin schoongemaakt. Daar aan de hoek staat wat hout onder een zeiltje nog, maar praktisch al het onkruid is weg. En hier is de dader. Wat heb je allemaal gedaan? Niks. Waar is het onkruid? Ja, die is ergens in een zak beland. Joef! Joef zit nog steeds. Joef, kom eens hier. Waar zit je nou weer te kauwen? Nee, heeft ze alles schoongemaakt, dan vindt ze nog iets. Een stukje hout. Ja. Maar waarom heb je de tuin schoongemaakt? Omdat het mooi weer is en de kinderen naar buiten moeten kunnen. Mm-hmm. En wat hebben we allemaal geregeld nog voor de kinderen? Joef! We hebben niet Joef geregeld voor de kinderen in ieder geval. Ik weet even niet. Wat heb je allemaal geregeld voor de kinderen, zodat ze lekker buiten kunnen spelen? Oh, ik heb een aquaplay ding besteld, zodat ze met water kunnen spelen. En we hebben voor dadelijk echt, als de tuin helemaal afgespoten is, een zwembad besteld. Oh, en ze gaan morgen naar de kapper. Waarom moet ik mijn koptelefoon aan doen? Dat is mooi voor het filmpje. Is dat mooi voor het filmpje? En die wildwater zwembad? Ja, dat zeg ik. De zwembad dat we geregeld hebben om dadelijk als de tuin is afgespoten, dat ze van de zomer lekker kunnen zwemmen. Of in ieder geval kunnen badderen, want het is niet zo'n diep zwembad. En dan gaat papa zondag klussen in de tuin. Ja, dan komt een vriend van jou, die komt meehelpen de afdak maken. Mm-hmm. Dus we hebben een hele grote afdak. Dus ja. Maar die zien we nog wel een keer op de video, denk ik. Ja, met zijn rug. Want die komt niet op de film. Nee, de afdak. Oh, het afdak. Ja, natuurlijk. Ik doe zondag gewoon tussen stukjes filmen. Wat? En nu gaan we er eind aan breien. Ja, ik ga daar nog binnen nog wat doen. De tuin moet nog heel even nat gemaakt worden, zodat het zand wat er nog ligt eventjes in de... Hoe heet dat? In de kieren gaat. Mm-hmm. En dan is de tuin weer zover klaar. Dan kunnen ze morgen lekker buiten spelen. Oh, en de kindjes liggen ook al op bed. En wat had je nog? Een zandbakje hebben we. Ik moet alleen nog zand halen, maar ik heb al zandspeeltjes, alles. En we zitten hier nou voor onze eigenlijke achterdeur. Ja. Toen heb je nog nooit gezeten eigenlijk met een bankje, hè? Nee, nog nooit. Maar dat is ook niet gek, hè, als je dan niet meer naar binnen kan. Nee. Eigenlijk zitten we dwars voor de deur. Ja. De hond heeft een kluif. Ja. Is het baasje aan het opeten. Mooi, speciaal. En de kindjes slapen al, toch? Ja, en ik ben de flesjes aan het afwassen. Ja. Dus ik doe ook nog wel wat. Ja, daar hoeft hij niet zo voor te bukken en alles. Hè. Mm-hmm. Ja, de rollen zijn hier een beetje omgedraaid. Ik doe het zware werk. Ik heb straks ook gesjouwd. Mm-hmm. Ik heb straks een hele grote rollen... isolatie. Glasvezel, ja. Glaswol. Glaswol heb ik naar boven gesjouwd. Er komt geen internet als isolatie. Nee, dat is waar. Maar ja, wij gaan vandaag ook gewoon afsluiten. Bij de volgende swipe zie je de dinsdag weer.
Liam, die heb ik besloten om, of ja, Niels ook, om de haar wat langer te houden. Want hij heeft hier, heeft hij een bult zitten vanaf de geboorte al. Dus het is mooier om het iets langer te laten. En Niels is ook geknipt, hè papa? Yay! En dan zijn we lekker boterhammetje aan het eten. Hoppakee. Jordi is met kruidenkaasje. Ah. En Liam heeft met kaas. Lekker hè? Ik had de kindjes in bed gelegd. En een paar uur later zijn ze weer... Ja, ze. Liam is weer wakker. Jordi ga ik zo wakker maken. Hallo. Heb jij gepoept? Oh-oh. Dag, knappe vent. Echt waar? En nu? Die aan mama geven? Oké. Toet-toet. Wel, toet-toet. Toet-toet. Liam, kijk eens naar mama. Liam, toet-toet. Wel. Oh. Jordi is nog aan het slapen. En die gaan we nou wakker maken. Jordi. Wil je wakker worden, jongen? We hebben hem iets langer laten slapen als normaal. Hij zit te zeveren. Want met het warme weer en de kapper. Hij was gewoon echt heel erg moe. Inmiddels heb ik hem al zover dat hij bij me zit. Zoals ik net dit aan het doen. Ik pakte hem zo vast. En... Hallo. Hij vindt het allemaal prima. Ja, dat is nu al prima. Hoe bedoel dat, hé? Hallo? Doe je oogjes open. Oogjes open. Leuk hè? Vind je het leuk zo? We hebben straks heel lekker gespeeld, hè, met de kindjes. Ja. Vooral papa heeft lekker gespeeld. Mama heeft toegezien.
Ik heb toegezien. Mijn mama heeft het wel allemaal bewerkstelligd dat we kunnen spelen. Ja, daar heb ik het voor gedaan. En hier heb je ons Boeddha buikie. Het is ons Winnie de Poehbeertje. Mm. Als je er nou over wrijft, hè, dan kun je een wens doen, want dat mag je bij Boeddha's doen. Mag je een wens doen en dan... Ik heb al een wens, ja. Volgens mij is Jordi nog wel wakker, want ik hoor dat beertje. Ja, maar kan ik dat hij beweegt? Dat... Nee, echt gewoon het bietje. Ja. De kindjes liggen op bed. Liam was boos dat hij naar bed moest, hè. Ja. Hij vond niet tof dat hij naar bed moest. Ik had hem even helemaal opgefrist gewassen, want hij was straks in de douche geweest vanwege de kapper. En ik had hem even opgefrist en ingesmeerd. En, ja, maar hij zag nog even buiten de speelbak. Ja, ik deed zijn pyjama aan en op dat moment was hij boos. En toen wilde ik hem zijn fles geven, toen was het echt van nee, ik wil niet de fles, ik wil naar buiten. Dus ja. Nou, hij ligt te slapen. Hij ligt te slapen, ja. Al heel snel. Ja, hij was echt dood en dood op. Jordi was ook moe, maar wij hebben sinds kort weer een manier gevonden om zijn speeldingetje aan zijn bed te maken. Dus daar wordt hij rustiger van. Dan is hij rustiger in bed ook. En daar zit hij nu dan mee te spelen en dan valt hij vanzelf in slaap. Ja, dat is een slaapverwekkend liedje. Ja, het is een slaapverwekkend liedje, maar dit ding heeft hij ook al heel lang, hè. Dus hij kent niet anders dan dat. Dus, nou ja. Ik ga hier eventjes de boel hier opruimen. En beneden eventjes poetsen, want daar heb ik gewoon zin in om te doen. Ik weet niet waarom. Speelgoed even opruimen, zodat het voor morgen weer allemaal klaar staat. Dat we morgen alleen maar water erin hoeven te doen en dat het... gebruikt kan worden. Toch? Ja. Dus dat gaan we even doen. Of ja, ik ga dat doen. Wat Niels doet, dan moet hij maar zelf weten. Hij is papa vandaag. Vandaag? Ik bedoel meer in de zin, jij bent Sam zijn aanspreekpunt. Sammy heeft zijn laatste fles gehad. En die gaat nou lekker naar vetje toe. En wij gaan ook lekker naar bed toe. We gaan bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.